Goed, goedemorgen iedereen. Kan iedereen mij horen en of zien? Is dat voor iedereen duidelijk? Indien niet, laat gerust dat weten in de chatfunctie. Goedemorgen. Wij geven vandaag een online persconferentie met voornamelijk onze studenten, aangezien zij hiervan een oefening zullen maken zometeen. Ik wil Philippe Mestag, Emma Meesman en Anne Wouters verwelkomen, die online weliswaar een persconferentie willen geven voor ons. We hebben dat ook opengesteld voor andere media, aangezien hun verhaal zeker en vast interessant zal zijn. We zullen beginnen met de drie cats zelf, die wat uitleg zullen geven. Daarna mogen de studenten wat vragen stellen, aangezien zij hierna de oefening zullen beginnen. En daarna is het aan de andere pers, die desnoods nog wat vragen heeft, om dat te doen. Ik zou willen vragen om de vragen aan te kondigen, bij wijze van spreken, in de chatfunctie, zodat ik kan zien wie wanneer een vraag wil stellen. Want ik denk als iedereen op het moment dat dat voor haar past een vraag zal stellen, dat dat opeens wat chaos zal opleveren. Dus dan kan ik misschien op die manier aanduiden wie wanneer zijn of haar microfoon aanzet. Bedankt om allemaal aanwezig te zijn. Opnieuw online weliswaar. Maar ik ga eerst Philippe een woordje uitleg laten geven over hun plannen en visie richting Tokio 21. Goedemorgen iedereen. Ja, de coronacrisis heeft ons leven helemaal doorheen gehaald. Het gewone leven, maar ook in de sportwereld laat zich dat gevoelen. Een van de grootste zaken, en zeker superbelangrijk voor de nationale damesbasketbalploeg, was het afgelasten van de Olympische Spelen. Dat was natuurlijk een grote streep door de rekening. Maar we gaan gewoon verder en we moeten nu de situatie afwachten, nog wel eens evolueert. We kijken dan ook wekelijks reikhalzend uit naar de verslagen van de Veiligheidsraad. Van wat gaat mogen en wat mag nog altijd niet. We gaan van zodra dat we de mogelijkheid hebben, gaan we toch moeten opnieuw weer de basketbal opstarten. Ik weet uit onderzoeken dat basketbal helemaal samen met volleybal onderaan de ladder staat om te kunnen hernemen. Staat omschreven als een onveilige sport. Langs de ene kant begrijpbaar, veel contacten, een indoorsport. Maar zoals de zaken nu evolueren, zou het misschien wel heel snel kunnen gaan. Hetzelfde voor, dus het leven werd volledig stilgelegd. Competities werden stopgezet, Euroleague werd stopgezet, Eurocup werd stopgezet. Nationale ploegactiviteiten werden stopgezet en dus binnenkort wordt het tijd en hopelijk kunnen we dat om alles te hernemen. Ik heb ondertussen ook al gelezen dat misschien Emma en Julie heel snel zullen kunnen afreizen naar Amerika om het WNBA kampioenschap aan te vatten met Washington en met Indiana. Dat wordt ook nog uitkijken wat dat er mogelijk is. Wij met de nationale ploeg moeten natuurlijk ook weer opnieuw aan het werk. Niet omdat we nu onmiddellijk een doel hebben om toernooien te gaan spelen. Wij weten ook niet wat mogelijk zal zijn zodanig. Dus naast een plan A moeten we ook een plan B hebben. Het ideaal is natuurlijk om Hans de groep samen te brengen en te kunnen gaan trainen in groep. Maar dat is het ideale en dat zal heel waarschijnlijk niet haalbaar zijn. De Veiligheidsraad van volgende week woensdag wordt dan ook heel belangrijk voor ons. Indien nodig en we moeten ook realistisch zijn. En ik denk dat we plan B gaan moeten hanteren. En dat is wat individueler gaan werken en groepen gaan maken. En dan individueel met die groepen gaan werken. Zodanig dus dat we een klein beetje in de normale structuur terugkeren van basketbalspeler en basketbalcoach. So, dat is een klein beetje de doelstelling. En dat we zouden 14 dagen daarvoor uitgaan. We zouden trainen van 6 juli tot 20 juli. In groepen van 6. Dat is de bedoeling. 6-7. Als we allemaal, of iedereen, alle spelers samen zouden kunnen krijgen. Dat zou ongeveer een 24, 25 zijn. Ik reken daarbij Emma en Julie niet bij, omdat die heel waarschijnlijk al zullen vertrokken zijn naar Amerika voor de NBA. En dan zou het de bedoeling zijn dat we om de 2 dagen groep 1 en 2 bijvoorbeeld op dag 1 zien. Groep 3, 4, dag 2. Dag 3 opnieuw groep 1, 2 en zo verder. Zodanig dus dat iedereen
na die 14 dagen 7 trainingen van 2 uur en een half zou gehad hebben. Zo, dat is een klein beetje de bedoeling. De doelstelling daarvan is na het missen van 4 maanden en een half competitiebasket, is het de bedoeling om de spelers opnieuw weer actief te maken. We weten heel goed dat we heel basic zullen moeten beginnen. Zodanig dus dat we kunnen opbouwen en dat we dus wat aan blessurepreventie doen. Zodanig dus wanneer dat de spelers vertrekken naar hun club, dat ze toch al een klein beetje een voorbereiding hebben. En dus dat we niet onmiddellijk grote blessures hebben. Dat is dus eigenlijk wel de bedoeling. Want ik hoop dat alles doorgaat en dat we dus opnieuw in november met de nationale ploeg een window hebben waar we moeten gaan spelen in Portugal en in Oekraïne. Dat zou dan eigenlijk de volgende grote etappe zijn. Hetzelfde hebben we dan opnieuw in februari, waar we dan onze thuismatchen gaan moeten spelen tegen Finland en Portugal, om ons eventueel te kunnen plaatsen voor het EK 21. Het EK 21 gaat door vanaf 17 juni tot 27 juni. En dat wordt gespeeld in 2 landen, in Frankrijk en in Spanje. Dus de eerste fase wordt gespeeld in Lyon. Daar zullen 2 groepen zich bevinden. En de andere 2 groepen zullen zich bevinden in Valencia. En de eindfase, dus als we in de eindfase geraken bij de laatste 8, de eindfase gaat door in Valencia. Dus dat is van 17 juni tot 27 juni. Zoals gerekend, dus, we rekenen altijd een zestal weken als voorbereiding. Dus dat betekent een half mei, halfweg mei dat we opnieuw weer volop aan het werk zijn met de nationale ploeg. We moeten dan ook weer rekening houden met spelers die uit een zware competitie komen. Die bijvoorbeeld, ik neem een competitie als deze in Frankrijk, waar normaal gezien de play-offs maar eindigen eind mei. Moeten we ook weer wat gaan differentiëren en dan moeten we individueel weer gaan zien waar we de nodige rust moeten inbouwen voor bepaalde spelers. Na het EK gaan we dan, wordt de focus verlegd aan richting Olympische Spelen, die doorgaan van 23 juli tot 8 augustus. Sowieso na het EK moeten we de groep moeten we wat rust inbouwen en daarna is het gewoon rustig weer opbouwen richting de Olympische Spelen. Oké, dank u wel, Filip. Emma, Filip heeft al heel kort gezegd. Hoe zit het bij jou de komende weken en of maanden? De komende weken zijn vooral een groot vraagteken voor mij. Ik weet wel dat ze bezig zijn in Amerika om echt wel iets te vinden zodat het mogelijk is om het seizoen te laten gebeuren op een of andere manier. Het is alvast geruststellend dat de dat we sowieso een visum kunnen krijgen als het nodig is, want we hebben groen licht gekregen van Amerika, dus professionele atleten mogen gaan. Dus die travel ban van Trump gaat dat niet voor ons gelden. Maar we hebben wel een startdatum nodig daarvoor om nog altijd dat visum te krijgen. Dus dat is eigenlijk het enige waarop dat we wachten. Maar moest ik morgen een groen licht krijgen van WNBA, dan denk ik dat ik binnen 2 weken waarschijnlijk wel in Amerika zou kunnen zijn. Dus, die stress daarom is wel weggevallen nu, want ik wou vooral niet dat ik niet het seizoen kon meedoen door visumproblemen, terwijl er wel het seizoen zou zijn, maar dat is nu geen probleem. Dus als dat seizoen er is, dan zijn de komende maanden voor mij rond, dan speel ik gewoon het seizoen hinter. En anders zou ik meedoen met de nationale ploeg waarschijnlijk, maar dat is nog allemaal een groot vraagteken. Ik hoop vooral gewoon dat volgend seizoen, Europees seizoen, ook normaal of zo normaal mogelijk zal starten, dus in Rusland dan. En dat we dan de Euroleague kunnen afwerken, want die is ook stopgezet voor het seizoen, maar nog niet volledig afgelast. Dus het plan zou zijn om dan eventueel een Final 8 te laten doorgaan met de ploegen die er nog in zaten. En het doel van onze ploeg met Ekaterinburg was toch wel om het derde opeenvolgende kampioenschap te winnen. Dus ik hoop vooral dat doorgaat en dat we een normaal seizoen kunnen hebben. Want er zijn al geruchten geweest om dat basket, dus inderdaad een contactsport, balsport, dat pas in januari zou kunnen beginnen. Dus dat zie ik niet zo zitten. Dus
Dus vooral geduld hebben en zien wat er inderdaad de Veiligheidsraad beslist. En ook gewoon FIBA en WNBA samen met NBA. Dus we hangen gewoon af van zoveel verschillende competities en overheden, waardoor dat wij zelf nog niet weten hoe plannen we iets, wat plannen we, in welke vorm drijven we. Dus ik hoop dat binnenkort wel veel meer duidelijk zal zijn. Ja, puur fysiek gezien, hoe ver sta je daar al? Ja, ik ben nooit echt gestopt toen ik terugkwam uit Rusland, omdat ja, ik dacht dat de WNBA was toen nog niet uitgesteld. Dus voor hetzelfde geld zat ik toen ook 3 weken later al in Amerika, of misschien zelfs vlugger, om dan ook al volop te trainen. Dus ik bleef nu gewoon zeker fit. Ja, basketbalvorm op jezelf trainen, dat is zo goed als onmogelijk, denk ik. Daarvoor heb je echt wel een ploeg nodig, een zaal en coach. Dus ik bleef gewoon in goede conditie en fit. En dan denk je dat elke ploeg die binnenkort begint, sowieso wel 2-3 weken nodig heeft om hun ploeg op punt te stellen. Ja, oké. Okay. Anne, dan kijk ik even naar jou. Hoe zit het voor jou? Ja, voor mij toch wel een andere situatie dan voor Emma. Ik had ergens gerekend om deze zomer ergens de schoonheid afscheid te kunnen nemen. En toch wel op een hoogtepunt op die Olympische Spelen. Dus het is echt wel een rollercoaster geweest, vind ik, de afgelopen maanden. Van februari in Oostende, waar we ons historisch plaatsen voor de Olympische Spelen, tot een paar weken later het uitstel van de Olympische Spelen. Er is heel veel gebeurd op die korte tijd. En ja, voor mij was dat persoonlijk ook... ik denk in mijn eerste instantie was dat ik ontgoocheld was, enorm. En dan ben ik zelf ziek geworden met corona. Dus heb ik het echt aan de lijve ondervonden wat dat was. Wat ons hele leven toch wel even overhoop heeft gehaald. En dan kon ik op dat moment daar eigenlijk niet echt mee bezig zijn van oei, ja, die Olympische Spelen zijn nu uitgesteld. En geleidelijk aan, denk ik, in deze periode vind ik ook wel dat we allemaal tonen hoe flexibel onze mind is. Hè? Want helemaal aan het begin van de lockdown, denk ik, was het heel moeilijk om ons voor te stellen om 3 weken in ons kot te blijven. En nu zitten we er eigenlijk al 10 weken in. Dus ik denk dat we heel snel onze mind hebben gewisseld. Als sporters denk ik dat dat een voordeel is, want dat leren we, om echt wel met uitdagingen om te gaan, om heel flexibel te zijn. En dit is er zo één. Ik denk dat niemand er controle op heeft wat er gebeurt rondom ons heen. En dat je juist daar moet kunnen tonen, ja, dat je ook wel de veerkracht hebt om daarmee om te gaan. En dat is toch wel wat we altijd al geleerd hebben in onze sport, want er gebeuren ook veel dingen waar we niet altijd controle op hebben. Dus voor mij blijft het eigenlijk ook allemaal nog redelijk vaag. Ik zit helemaal op het einde natuurlijk van mijn carrière. Ik zou nog altijd heel graag mijn afscheid vieren op de Olympische Spelen. Maar natuurlijk, hè, zoals Emma en Philippe het aanhalen, blijven nog redelijk wat onzekerheden. Worden er terug massa-evenementen georganiseerd? Wanneer is dat enkel en alleen als er een vaccin is? Dus ik denk dat het allemaal nog een beetje afwachten is. Op zich, op dit moment, doe ik een beetje hetzelfde zoals Emma. Misschien met een andere intensiteit, dat weet ik niet goed, maar hou ik mij ook fit. Ik denk dat dat ook aangeraden was van de dokters na vooral het coronavirus, om te recupereren, om echt wel terug te bewegen en actief te zijn. Ook niet de allergrootste intensiteit te gaan zoeken. En daarbij komt dat mijn knieën, ja, die blijven versleten, dat gaat niet ineens beteren, maar om die goed te onderhouden eigenlijk, is het belangrijk dat je spieren er rond toch echt wel blijft trainen. En dan voel ik me, om eerlijk te zijn, ook echt wel beter mentaal gezien. Dus dat blijf ik ook elke dag doen. En dan voor de rest is voor mij ook afwachten wat de volgende stappen zijn, wat er wordt beslist door al die verschillende overheden, door al die verschillende instanties. En dan denk ik dat dat eigenlijk het enige is wat we kunnen doen. En vooral misschien ook wel blijven een positieve boodschap geven aan iedereen. Want het zijn geen gemakkelijke tijden voor de meeste mensen, maar toch ook om te proberen daar echt wel de positieve dingen uit te halen. En ook om eens tijd te hebben om meer thuis te zijn, eigenlijk met familie veel tijd te kunnen doorbrengen, zijn ook wel waardevolle momenten. Ja. Oké. Okay. Philippe, nog een vraagje voor jou. Zijn er zaken veranderd aan wat jullie op de Olympische Spelen willen gaan doen? Jullie doel daar naartoe? Oh ja,
Natuurlijk was het ideaal geweest, moesten we nu deze zomer de Olympische Spelen kunnen afwerken. Ik denk dat we echt wel naar een hoogtepunt gegroeid waren als team. En dat hebben we dus laten zien ook op het pre-kwalificatietoernooi in Oostende. Waar we echt een goed niveau haalden. En ik denk dat we in een zodanige flow zaten om ook op die Olympische Spelen een rol van betekenis te gaan spelen. Nu, dat is allemaal niet weg natuurlijk. Maar we gaan niet in die flow nog zitten volgend jaar. Maar dat gaat ook voor vooral al de andere landen. Dus ja, ik ben ervan overtuigd dat wij met dezelfde ambities naar de Olympische Spelen kunnen. Ja. En bent u tevreden met de manier waarop dat de federatie, jullie eigen internationale en nationale federatie, met heel de crisis omspringt? Ik denk dat onze federatie niet meer kon doen dan wat ze nu gedaan hebben. Ik weet dat de spelers allemaal een individueel pakket gekregen hebben om thuis wat te kunnen werken. Want inderdaad, zoals Anne zegt, zitten we nu al 10 weken in ons kot. Die hebben allemaal een pakket gekregen om toch wel wat te kunnen werken individueel. Er zijn ook wel wat spelers die al een individuele coach zoeken nu. Maar natuurlijk, we moeten zo snel mogelijk opnieuw weer wat structuur in ons leven als topsporter en als coaches gaan stoppen. Om opnieuw weer alles te kunnen opstarten. Natuurlijk, we zijn afhankelijk van wat er allemaal mogelijk zal zijn. Oké. Goed, dan is het nu tijd volgens mij aan de studenten als die vragen willen stellen. En volgens mij is dat zeker het geval. Laat dat zeker weten in de chat, dan kan ik aanduiden wie wanneer welke vraag kan stellen. En zo vermijden we de nodige chaos. Dus ik hoor het graag, studenten, wie een vraag wil stellen. Jonathan, je mag je vraag onmiddellijk met de microfoon stellen. Oké. Philippe, het is er eentje van jou. Wat ligt er voor jou persoonlijk in het verschiet in het komende jaar? Je contract bij Namen verlengde je niet. De bedoeling was om vol voor een buitenlands avontuur te gaan. Hoe staat het daarmee? Dat staat nu eigenlijk ook wel een klein beetje op een laag pitje. Want ik had 3 goede jaren in Namen, maar ik had het een klein beetje gezien in België. Ik heb het een beetje allemaal gezien hier nu. En ik dacht echt wel dat het nu ook met de plaatsing met de nationale ploeg richting Olympische Spelen, dat nu echt wel het moment was om ook een naam te zijn van oké, na 3 jaar ik hou ermee op en we gaan kijken om ergens in het buitenland te gaan coachen. Natuurlijk, dan breekt die coronacrisis uit en dan stopt alles plotseling. Dat is ook zo, spelers worden moeilijk getekend nu ook in deze dagen, dus contracten worden minder snel uitgedeeld. En dat is ook hetzelfde voor coaches. Dus op dit ogenblik heb ik nog altijd niks. Oké, Jonathan. Was dat een voldoende antwoord op je vraag? Ja, dat denk ik wel. Maar het kan wel zijn, volgend jaar, stel dat je dan een nieuwe club vindt, dat het ook niet in ideale omstandigheden zal zijn. Als je ook al zegt, spelers worden moeilijker getekend. Dat klopt. Dus we gaan nu moeten zien wat er zich aanbiedt. Coaches die tekenen bij een club hebben heel dikwijls wel wat inspraak ook in het transferbeleid en het uitstippelen van de route die hij wil bewandelen met een bepaald team. Ik denk dat dit op dit moment er niet zal inzitten. Dus en dat we eigenlijk gewoon gaan moeten nemen wat er zich aanbiedt. Ja. Jonathan? Ja, is goed. Zo. Als Jonathan, als dat je laatste vraag was, dan zou ik graag Rob Vergaarde aan het woord laten. Ja, ik heb een vraag voor Emma. Er wordt nu besproken om in Amerika de WNBA terug op te starten in het Disney World. De stadions daar gebruiken, hotels als omkadering gebruiken, lege stadia. Hoe sta je daar zelf tegenover heel dat concept eigenlijk? Van daar basketten, lege stadia, in hotels overnachten enzovoort? In het begin van de coronacrisis was dat ook al een punt dat naar boven kwam. Maar dat was echt nog in het begin. Dus ik was dan zelf nog in Rusland, nog niet eens in lockdown. En toen we daarover spraken met de mede-WNBA'ers, was dat
Ja, dat wil ik niet. Ik wil niet op één plaats zitten. Ik wil niet constant in een hotelkamer zitten voor de rest van het seizoen. Maar ik denk dat we allemaal op het punt zijn gekomen van ja, alstublieft, geef ons basket op een of andere manier. Ik moet niet met mensen zijn. Ik wil overal op één plaats zitten. Maar geef ons gewoon basket. Dus ik sta daar zeker positief tegenover. Ja, van ons zal dat wel niet in Disney World zijn, als eerder voor de NBA. Denk ik dan. Maar dat lijkt me zeker geen probleem. Gewoon basket, iets. Ja, en een lege stadia basket, om te zien bijvoorbeeld in de Bundesliga en het voetbal, dat is natuurlijk een andere beleving voor jou ook natuurlijk. Ja, zeker. Ik denk dat het gewoon vergelijkbaar zal zijn met practice games. Die heb ik al gehad in het verleden tegen een andere ploeg en ook zonder supporters. Dat is een heel andere beleving en dat is minder leuk, dat is waar. Maar als je de ambitie hebt om nog eens kampioen te worden of toch die titel te verdedigen, denk ik dat dat voor ons genoeg is om echt elke match alles te geven. Dus het zal iets anders zijn, denk ik dan. En later hou ik dan nog meer lachen, wat weet je nog, in die tijd. Maar iedereen is gewoon op dit punt heel de situatie buur en mist basket. Dus ik denk niet dat er veel spelers eisen gaan stellen van ik wil zoveel mensen in die zaal. Of ja, ik zeg het, gewoon basket en een lege zaal zijn meestal gewoon omdat iedereen wel practice games speelt. Dus ik heb er zelf ook niets op tegen. Oké, dank je wel. Ja. Dag gedaan. Imar, welke vragen heb jij? Ja, eigenlijk voor Emma en Philippe, hoe belangrijk is Anne Wouters in de kleedkamers? En dan aan Anne zelf, hoe voel je dit zelf aan? Ja, dus Anne in onze ploeg, op het veld, in de kleedkamer, naast het veld, buiten de zaal, is gewoon iemand die we echt nodig hebben. Want we zijn nog altijd... We hebben al veel meer ervaring over de jaren, maar we zijn nog altijd een ploeg die al nodig heeft om ons echt samen te houden en ons kalm te houden, ook op heel belangrijke momenten. En die zijn er al heel wat geweest. De voorbije jaren en dat is altijd Anne die het woord neemt. Want ik zelf weet dat ik nog niet op dat punt sta van ik wil die hele ploeg toespreken en zoals Anne dat doet. En dat neemt wel zo wat druk over. En, ja, met alle ervaring, ook tijdens de wedstrijd, is hij zowel onze coach op het veld en op de bank om wat tips te geven. En er zijn heel veel spelers die daar veel aan hebben, ik ook. Dus zonder Anne kunnen wij nog niet, denk ik. Daarvoor zijn we nog niet klaar. En zeker ook iets als de Olympische Spelen, waar er nog zoveel meer bij komt kijken, dan hebben we Anne echt wel nodig nog, denk ik. Ja. Ja. Om zelf... Ja, sorry. Ja, ik kan mij daar alleen maar bij aansluiten. Ik kan mij nog niet goed voorstellen een nationale ploeg zonder Anne Wouters. Want sowieso, als Anne mee op het veld stapt met de ploeg, heeft dat ja, toch een ander impact of dat je zo op het veld stappen zonder haar. Al is het maar ja, richting tegenstander. Al de tips die Emma aangeeft van... Ja, tips geven tijdens de wedstrijd, vertrouwen schenken in de kleedkamer. Daarvoor is ja, nog altijd super belangrijk voor het hele team. Ook als coach is het altijd leuk om een verlengstuk te hebben in de spelersgroep waar je vertrouwen in hebt en waarmee je, als het wel eens nodig is, eens kunt overleggen. En dat is ja. De reden ook waarom de Anne altijd daar plaats heeft bij de nationale ploeg. Ja, Imar? Ja. Anne, voelt u dit zelf aan? Ja, toch wel. Het zijn mooie woorden trouwens, dat ik hier krijg van mijn teammates en van mijn coach. Ja, ik denk dat we al zoveel jaren samen werken en dat mijn rol ondertussen echt wel inderdaad veranderd is. En ik heb dat ook leren aanvaarden. Ik geef toe dat dat ook niet altijd gemakkelijk is, zeker als sporter, om je fysieke ergens beperkingen te leren aanvaarden. Dat is niet altijd een gemakkelijk proces geweest, maar ik voel me daar heel gesteund door die ploeg. En ik denk dat dat juist deel uitmaakt van heel mijn... Dan moet ik het zeggen, heel mijn carrière, heel mijn proces als persoon, hoe dat ik elke dag probeer bij te leren.
En dat is echt wel een heel interessant proces. En ik ben super dankbaar dat ik dat kan doen met die ploeg. En doordat ik juist mij nog heel betrokken voel, hoewel dat bijvoorbeeld mijn speelminuten veel verminderd zijn, voel ik dat echt onze ploeg is. En is die betrokkenheid er nog even sterk als dat ik die 35 minuten op het veld stond. Dus vandaar, denk ik, dat maakt ons ook sterk. Dat iedereen ook wel wat zijn rol kent, weet en aanvaardt in de ploeg. En ik heb het al heel dikwijls aangehaald. Dat zijn toch wel de kernelementen voor mij om een succesvol team te maken. Dat je echt wel iedereen in verschillende rollen aanvaardt. En ik voel dat ook van mijn teammates. Dat zij naar mij luisteren, laat dat zo zeggen. Dat zij, dat is wel heel tof om dat nog te voelen, natuurlijk. Ja, Imar, was dat een antwoord op jouw vraag? Ja, zou ik nog een mogen stellen? Of? Zeker. Nog heel kort aan Emma en Philippe. Hoe zou je de basketbalspeelster Ann Wouters beschrijven in 3 woorden? De perfecte kapitein. Philippe dan? Nee, al te bloot. Dat is van de zon. Nee. En Philippe? Ja, ik denk dat we, om echt 3 woorden te vinden, dat echt wel een hele moeilijke is. Maar ik denk, toen Ann al aan de top was van haar carrière, was er nog nooit zoveel media-aandacht of hadden we die mogelijkheden niet die we nu hadden. En ik denk niet dat iedereen beseft wat Ann allemaal gepresteerd heeft. Vertrokken uit België om te starten in Valenciennes. Ik weet niet of dat veel mensen dat meegemaakt hebben of dat ze dat nog weten wat ze met die Noord-Franse club allemaal al gedaan heeft. En dan natuurlijk al haar andere grote clubs waar dat ze super gepresteerd heeft. Niet iedereen weet dat. En dat is zo jammer. Ze heeft nooit grote prijzen gewonnen hier in België. En haar prestaties zijn ook nooit echt erkend geweest hier in België. En dat is super jammer. Oké, dank u wel. Okay. Aaron, dan is het woord aan jou. Ja, ook een vraag voor Emma. Met het EK, de Olympische Spelen en het WK en ook de kwalificatie voor bepaalde van deze toernooien worden het 2 zeer drukke en belangrijke jaren voor het Belgische vrouwenbasket. Hebben jullie als team of individueel al bepaalde doelstellingen voor opgelegd die jullie op deze 3 grote toernooien graag willen behalen? Nee, zeer concreet nog niet. Dat is iets wat we als team bij het begin van een kampioenschap samen opstellen. Maar eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer en dat is echt stap voor stap. Dat komt altijd terug en we hebben geleerd bij de voorbije kampioenschappen dat het gewoon onze manier is die het best werkt. Dus je kan als doelstelling een medaille stellen en dan sla je de eerste stap over en dan ga je naar de eerste ronde ook zelf naar huis. Dus we zien gewoon, we nemen wat er komt, match voor match. En we proberen eerst de eerste ronde te overleven, dan de volgende ronde, de kwartfinale. Zonder al te ver vooruit te denken. Dus ik denk, ik ben vrij zeker dat het voor de volgende kampioenschap ook zal zijn. En dat nu de eerste stap gewoon nog kwalificeren is voor het EK. Want sommigen vergeten dat. Dat we dat wel nog altijd moeten doen. En dan gewoon ons voorbereiden daarop. We moeten eerst nog beter worden tijdens ons Europees seizoen. Want dat speelt ook een hele grote rol. Om als jonge ploeg veel spelers in het buitenland te hebben, die daar enorm veel bij leren. En dat we dat dan al wat terug samen brengen in de nationale ploeg. Dus om dan concreet nu een doel te stellen van de Olympische Spelen waar we nog nooit geweest zijn, dat weet ik niet. En EK, ja, dat zal dan kwalificatie worden voor het WK. En dan verder meer het gedetailleerde doelstelling, dat denk dat je dat beter af Philippe vraagt. Ja, Philippe, heb jij al doelen vooropgesteld? Ja, natuurlijk heb ik doelen vooropgesteld. Maar ik denk dat Emma dat heel correct omschrijft. Je mocht geen stappen overslaan. Dus vooraleer dat we spreken over doelen halen op een EK, moet je natuurlijk eerst plaatsen. Het zou ideaal zijn moesten we alle wedstrijden in onze groepsfase kunnen winnen, zodanig dat we dan misschien ook in pot 1 terechtkomen om een goede loting af te dwingen op het EK.
voor het EK. En ja, dan is de eerste doelstelling daar natuurlijk de eerste ronde overleven. En dan is alles mogelijk voor een team als België. Natuurlijk, je kunt gaan dromen van medailles, maar ik denk als we verder willen evolueren als team met onze nationale ploeg, dat het zeker een opnieuw een doelstelling moest zijn om een spot af te dwingen op het wereldkampioenschap dat doorgaat in 2022 in Sydney. Moesten we dat kunnen afdwingen, dan is dat al een eerste doelstelling. En dan kun je natuurlijk verder dromen van een medaille. Als je spreekt van de Olympische Spelen, ik hoop dat ze de competitieformule behouden. En eventueel, ja, want je weet nooit, nu met een aangepast programma zou het kunnen zijn dat ze dat programma aanpassen. Ja, zou ik ook heel graag tot op het einde in het toernooi blijven. En dus dat betekent ook weer de eerste ronde overleven en bij de top 8 kunnen eindigen. Oké, bedankt. Ja. Sebastian, ga jij dan jouw vraag stellen? Ja, horen jullie me? Ja. Oké, deze vraag is specifiek voor Emma, maar misschien dat Ander ook wat over kan vertellen. Je hebt eerder dit jaar, Emma, jouw contract bij de Mystics voor een jaar verlengd. En ondertussen is er al heel wat gebeurd. De Olympische Spelen zijn een jaar geschoven. En jullie kunnen misschien nog naar het Europees kampioenschap. Is dat eenjarig contract dan met de bedoeling om nog één jaar echt voor de titel te gaan en dan de WNBA achter je te laten? Of zie je dat jezelf blijven doen, zo af en toe een jaar uitzetten, zoals je in 2018 al deed? Goh, ja, doordat ik nu de titel gewonnen heb bij de WNBA, ja, is het grootste doel wel al behaald. Maar ik voel me daar wel echt thuis in Washington en ik word daar echt veel beter. Maar ik zou het niet zitten om direct terug voor een contract van 3-4 jaar te gaan, want met de nationale ploeg was er nog zoveel te doen. En je weet nu ook niet hoe lang je dan gaan kan om echt te blijven combineren. Dus dat is gewoon naar de toekomst toe, van ik weet als ik daar nog langer wil blijven, dat ik zeker zal mogen van mijn coach Hinter. Maar zo nu liever even op minder lange termijn doen, zoals ik nu gedaan heb. En we zien wel wat er gebeurt. Maar omdat nu, op dat moment heb ik tekenen, is dat nog niet zitten om direct voor de heel lange termijn weer te tekenen. Ja, de tijd gaat snel voorbij en het zou voorbij zijn voordat ik het weet. Maar je weet nooit wat er gebeurt in die tussentijd. Mm-hmm. Oké. Ann, je hebt daar iets meer ervaring al mee. Was het voor jou bijvoorbeeld financieel de moeite om na een Europees seizoen telkens naar Amerika over te gaan? Of is het vooral echt voor de sportieve verdiensten? Ja, dan had het zeker in mijn tijd. De tijden zijn een beetje aan het veranderen, gelukkig, in de positieve zin. Met een nieuw arbeidsovereenkomst in de WNBA, dat de spelers eindelijk toch wel wat meer zullen gaan verdienen. Want voor mij eigenlijk financieel niet, was zeker niet de reden dat ik naar de WNBA ging. Het was gewoon omdat het een prestigecompetitie was en echt wel om sportieve redenen die Emma ook aanhaalt. Je speelt tegen de beste, je traint met de beste, dus je wordt beter. En dat was wel echt de voornaamste reden om naar daar te gaan en om dat zo lang te combineren. Nu, inderdaad, begint ook het financieel een beetje door te wegen, denk ik, in de keuzes van sommige spelers. En allee, het is alleen maar goed dat het positief evolueert. En gelukkig misschien dat je arbeidsovereenkomst er is geweest voor de coronacrisis. Dus ik ben daar gewoon heel blij voor en trots dat ook een vrouwelijke sport, professionele sportcompetitie toch ook echt wel heeft gevochten voor haar rechten. En dat ze nu de komende jaren daar toch de vruchten van kunnen afwerpen. Oké, bedankt. Ja, dan Arno Collard. Jij had ook nog een vraag. Ja, dat klopt. We hebben een competitie die wel nog kon doorgaan, was de Container Cup. We zagen dat Kim Mestach daaraan deelnam. Denken jullie dat er een speelster van de Belgian Cats haar tijd kon verbeteren? Of was zij de beste mogelijke vertegenwoordigster? Goeie vraag. Ik denk als grote speler dat wij echt in het nadeel zouden geweest zijn. Omdat voor ons bijvoorbeeld Monkey Bars echt wel heel lastig zou geweest zijn. Dus ik denk dat eigenlijk meer een profiel zoals een Antonia Delare of een Julie Allemand, type Kim, ja, echt, dat zij toch wel de beste in die Container Cup zouden geweest zijn. Maar
Allee, Emma, je mag met tegen spreken, maar ik denk dat wij daar niet de beste tijden zouden gehaald hebben. Nee. Monkey Bar zou ik ook echt niet mogen kunnen. Ja, ik denk zelfs maar zo ook, omdat ze echt zo veel uitdagingen doet, op haarzelf ook. En Monkey Bar, bench press, dat dat allemaal ook wel iets voor haar zou zijn. Ja, zoals Anne zegt, dat profiel van speelsters die zo wel goed aan hebben. Vond je het wel jammer dat jullie zelf... Dat is een goede vraag. Vond je het wel jammer dat jullie zelf niet kon of mochten meedoen? Dat jullie niet... Of zijn jullie wel gevraagd? Jawel, maar ik zag het niet zijn. ja. Ik zou het super leuk gevonden, maar moesten er geen camera's op staan. Maar gewoon van type dat ik niet echt commentaar wil krijgen op iets waar ik nooit train. Ik zou dat veel te persoonlijk opnemen, denk ik. Maar nee. Zou dat niet zijn. Maar vanzelf is het leuk om naar te kijken. Ja, ik had ook een negatief medisch advies gekregen, omdat ik dan ook nog maar net herstellende was van die corona tijdens de nee. Ja, het is best dat je niet geen grote, hoge intensiteit gaat zoeken. En Container Cup is alleen maar, dat is alleen maar in het rood gaan. Dus voor mij was dat ook op dit moment absoluut niet aan de orde. Dank u wel. Ja. Dan Jeffrey, jij had ook een vraag. Ja, goedemorgen. Het is een vraag voor meneer Mistag. Door de coronacrisis zullen sommige competities waarschijnlijk samengedrukt worden en overlappen. Wordt er verwacht dat sommige speelsters bepaalde competities gaan missen of gaan moeten laten vallen om de werkdruk te verlagen? Ja, dat moeten wij nu eigenlijk allemaal nog afwachten. Hè. Zoals Emma al aangaf, we weten eigenlijk ook niet wat er gaat gebeuren met de WNBA. Als de WNBA doorgaat, misschien gaat die wel voor een stuk ook de Europese competitie overlappen. Wat gaat er gebeuren in de meeste landen? Gaan die de normale formule hanteren of gaan die moeten overgaan naar een ingekorte versie? Dat zijn allemaal zaken waar we... op dit moment nog geen zicht op hebben. Dat is wel een probleem. Ik hoop alleen maar dat de internationale kalender die de FIBA voorop stelt. En dan kijk ik een beetje egoïstisch naar onszelf, dus naar de nationale ploeg. Ik hoop dat dat allemaal stand houdt en dat die toernooien allemaal kunnen doorgaan. Ja, oké. Dan heb ik nog een vraag voor mevrouw Wouters. Die zit dan misschien net in een ander bootje. Bij haar is vooral het leiderschap in het groepsgevoel van belang voor de Cats. Verwacht je nog genoeg speelminuten te hebben om klaar te geraken om ook op het veld te kunnen presteren voor de Cats? Ja, dat zijn vraagtekens op dit moment. We weten gewoon niet wanneer dat de competities terug zullen opstarten. En ik zelf ook, ik heb daar echt totaal nog geen beslissing over genomen. Ik denk dat ik dat ook altijd in team zo'n beslissing neem. Zowel met de coachingstaf, de medische staf. Want voor mij is het inderdaad een andere situatie. Hè. Soms is het voor mij niet opportun om een heel seizoen te spelen, omdat dat gewoon een te hoge belasting is. Maar aan de andere kant, ja, heb je wel altijd een klein beetje basketritme nodig. Hè. Dus dat ga ik toch ook wel altijd moeten gaan zoeken. Ofwel op individuele manier, of ergens te trainen, of wel aan te sluiten bij een club. Dus dat zijn zo wel de verschillende opties die er voor mij liggen. Maar op dit moment kan ik daar ook echt totaal nog geen antwoord op geven. En is dat gewoon ook echt wel afwachten naar die opstart van de nieuwe competities, in welke vorm dat ook gaat zijn. Oké, dank u wel. Ja, Robin, heb je nog een vraag? Ja, goedemorgen. Ik heb eerst en vooral eigenlijk een vraag voor meneer Mestag. Op dit moment, nu er geen basketbal is, hoe volgt de nationale ploeg haar spelers op? Wat zijn de verwachtingen naar de nationale ploeg toe voor de speelsters? Het is zo, de speelsters werken eigenlijk individueel voor het ogenblik. En dat is eigenlijk niet onder toezicht van coaches. Ik weet ook wel, sommige spelers nemen een individuele coach onder de handen en zijn daarmee aan het werk. Maar ik weet heel goed dat de meesten wel bezig zijn. Het is niet noodzakelijk om nu onmiddellijk al intensief en hard te gaan trainen. Want wij weten ook niet en hoeveel maanden dat we misschien voor het eerst opnieuw een officiële wedstrijd gaan spelen.
Dus wij hebben nog voldoende tijd om dat, om dat te gaan opbouwen. Maar het is nu wel de bedoeling om vanaf 6 juli, als de Veiligheidsraad dit toelaat, om opnieuw weer spelers misschien in bubbels van 6, 7 te gaan groeperen en te gaan werken individueel. Maar echt wel met een startende met een lage intensiteit. Nogmaals om blessures te voorkomen en van daaruit blessurepreventie te gaan doen. En toch wel opnieuw weer wat conditie op te bouwen. Want ik denk dat we toch wel meerdere weken gaan nodig hebben om opnieuw dat lichaam, die nu misschien 4 maanden en een half, 5 maanden en een half zonder competitiebasketbal geweest is. Ja, dankjewel. En dan voor Emma en Anne, wat zijn jullie op dit moment mee bezig om jullie zelf fit te houden? Ja, sowieso doe ik een paar workouts dan dagelijks met vrienden via FaceTime om toch het teamgevoel te houden, want het is duidelijk dat ik totaal geen individuele atleet ben. Ik ben al een paar keer veel gaan lopen en zo denk dat ik begin te presteren, maar dat is niet waar. Dus ja, dan doe ik wel wat intervaltraining, ook met een goede vriendin in een bos. En dan is er meer uitdaging aan. En ook een beetje teamgevoel. En ik ben ook wel fietsen gaan beginnen adresseren. Ik heb toen mogen een fiets gebruiken. En ja, dat vind ik wel leuk. Dat is wel iets waar ik alleen kan. En ook wel zelf urenlang kan gaan fietsen. Dus dat is nieuw voor mij, dat ik nu ontdekt heb in die lockdownperiode. En ook heb ik wekelijks een workout met de Mystics. Dus elke donderdagavond om 8:30 voor mij dan, s'avonds, doen we workout, balhandling en zo speed en stability via Zoom. En dan krijgen we echt oefeningen en dat is ook wel leuk. Alleen dit verschil. Ik doe niet ooit een workout om 8:30 s'avonds, maar ik vind het wel leuk om dan zo wat samen met de ploeg te zijn en dan hopelijk elkaar snel terug gewoon te zijn. En ook mentaal houden we ons fit met de Mystics, want we kregen soms huiswerk. Dus nu vrijdag hebben we een soort presentatie waarin dat we elke episode van The Last Dance moeten bespreken in groepjes. En dan voorbrengen aan de ploeg. Dus het is iets wat we doen om de hele deze periode te overbruggen. Ja. En Anne? Voor mij, ik doe ook dagelijkse workouts. We hebben, zoals Filip zei, we hebben een programma gekregen van de nationale ploeg, van onze physical coach, met wie dat ik ook heel graag samenwerk, trouwens. En dat probeer ik toch wel te volgen. Alhoewel, we hebben ook wel de vrijheid gekregen om het ook wel aan te passen. Ik denk dat deze periode is om jezelf fit te houden, om plezier te hebben in het bewegen, om actief bezig te zijn. Maar alleen in mijn geval toch zeker niet gigantisch hoge intensiteiten te gaan zoeken. En vooral het basketgedeelte laat ik ook voor het moment echt volledig achterwege. Ik apprecieer ook heel hard om te gaan fietsen. Ik woon hier in de streek van Kortrijk, dus ik leer dat beter en beter kennen. En het heuvelachtige, wat nog niet altijd evident is om te klimmen. Maar ik vind dat heel plezant en ik kan me daar echt in amuseren om ook buiten te zijn. Ik denk dat het heel plezant is om de afgelopen 20 jaar toch heel wat indoor geweest te zijn. In zalen, overal ter wereld. En nu heb ik zo'n moment, het gevoel van, ik kan ook eens buiten actief sporten. Dus dat vind ik echt wel een heel fijn gevoel. En voor de rest is mijn focus ook vooral op mijn knieën zo mobiel mogelijk houden. Zo sterk, de spieren er rond zo sterk mogelijk houden. En dat zijn eigenlijk vooral mijn focuspunten op dit moment. Oké, dankjewel. Dat waren mijn vragen. Oké, dankjewel. Maxime, jij had ook nog een vraag of enkele vragen? Ja. Emma, ik kende een schitterend seizoen bij de Mystics. Je werd kampioen en MVP. Je zat dus in een goede flow voor die Olympische Spelen. Is dat extra jaartje wachten dan nog een tikkeltje pijnlijker voor jou? Nee, want ik zie het gewoon als een jaar om nog beter te worden. Ik kijk gewoon heel de situatie positief. En we gaan allemaal nog meer kunnen evolueren. Dus de evolutielijn van iedereen is de voorbije jaren enorm gestegen. Dus dat zal dit jaar ook wel zo zijn.
En het is niet dat de Olympische Spelen de eerste keer zullen zijn dat we terug een basketbal aanraken of in ploeg gaan spelen. Dus het ritme en het gevoel van een team te zijn zal allemaal tegen dan zeker terug zijn. Dus niks pijnlijks of negatiefs. En nee, we gaan gewoon er nog sterker staan, denk ik dan. Oké. Heb je het gevoel dat er steeds meer druk op je schouders terechtkomt bij de Belgian Cats vanwege die sterke prestaties? Nee, in tegendeel. Omdat ik zie dat iedereen rond mij ook sterker wordt. Als ik denk aan bijvoorbeeld jullie allemaal, die de voorbije jaren ook enorm sterk is geworden en die ook steeds meer overneemt van die druk. Als ik denk aan Antonia de Lara, die ook een sterke seizoen heeft gespeeld in Frankrijk nu, die daar ook bij komt. En iedereen durft meer initiatief nemen, meer verantwoordelijkheid. En ik heb juist het gevoel dat niet meer allemaal terechtkomt op mij. En we hebben dat ook gezien bij de Belgische Cats, dat altijd rond de ploeg draait. En dat we met gewoon een fantastisch samenspel in die wedstrijden winnen. En van het moment dat maar op één iemand komt, dat we moeilijker winnen. Dat is mijn gevoel. Oké, dank u wel. Oké, dank u wel, Maxime. Kevin, je had ook nog een vraag? Ja, goedemorgen. Een vraag voor Philippe Mestag. Door de korte tussenperiode tussen het EK en de Olympische Spelen, kan het zijn dat er spelers of speelsters zullen zijn die enkel het EK spelen en niet op de Olympische Spelen spelen, of omgekeerd? Dat zou kunnen en dat is mogelijk, maar dat is natuurlijk iets dat we op dat moment moeten gaan bekijken. Natuurlijk, wij hebben niet zo'n brede vijver om uit te vissen, om zomaar te zeggen, oké, we gaan nu met die 12 naar het EK en dan met 12 frisse andere meisjes naar de Olympische Spelen. Daartoe zijn wij niet in staat met België. Dus ik denk, als we alles zonder ongelukken kunnen doormaken en zonder blessures kunnen doormaken. En als we echt heel goed periodiseren, dat echt wel moet haalbaar zijn. Dus we zijn al druk bezig met programma's klaar te maken richting EK en richting Olympische Spelen met alle mogelijke scenario's. Want we weten ook niet of dat we tot op het einde zullen blijven op het EK. Maar ik denk, als we alles goed plannen en de nodige differentiatie inbouwen en individualisering, nodige rust inbouwen, dat zou moeten haalbaar zijn om indien nodig met tweemaal dezelfde 12 bij de toernooien af te werken. Oké, bedankt. Matthew? Ja, goedemorgen. Een vraag voor Anne. Jouw voorbereiding dus op het op Olympische Spelen, denk je dat je daarvoor je nog zou moeten aansluiten bij een club om die matchritme ook nog in de benen te hebben en om die intensiteit echt te voelen? Ja, nog een keer. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord als daarnet. Ik denk dat ik daar een beslissing over ga nemen later. Allee, als we zien wanneer de competities weer zijn opgestart, hoe en... ik denk dat ik dit jaar een beetje ook een tussenoplossing had gekozen om eerst een deel individueel mij voor te bereiden, dan toch mijn ploeg aan te sluiten om dan op het pre-Olympisch toernooi toch dat wedstrijdritme te hebben. Nu ja, blijft het nog is het in mijn ogen nog heel lang natuurlijk ook, hè, naar volgend jaar toe. Dus we gaan dat goed moeten bekijken. Maar om onze vraag een concreet antwoord op te geven, heb ik nu ook niet. Of dat wil betekenen dat ik al dan niet bij een ploeg ga aansluiten of niet, denk dat daar echt nog veel te vroeg voor is om daar een antwoord op te geven in mijn situatie dan toch. Oké. Okay. Ja, ik heb nog een aantal studenten niet gehoord. Gaan zij ook nog vragen stellen? Ik weet niet wie het allemaal is. Ik denk bijvoorbeeld aan Jens. Ik weet niet of ik jou al gehoord heb. Eli bijvoorbeeld ook. Jaron. Jonathan, stel je vraag maar. Ik wacht intussen op de andere studenten. Ja, het is er nog eentje voor Philippe. En dan wil ik nog eens terug naar daarnet, de stap naar het buitenland. Wat als er nu niets uit de bus komt? Is er dan een plan B? Waar val je dan op terug? Nee, er is
Er is helemaal nog geen reden tot panikeren, maar ik heb sowieso nog altijd de nationale ploeg. Waar ik op terug kan terugvallen, waar we dan ook de nodige activiteiten hebben. Natuurlijk had ik dat heel graag gecombineerd met clubcoach zijnde. Als dat lukt, fantastisch. En als dat niet lukt, ja, dan is het maar zo. Dan wachten we af en dan gaan we zien. Maar ik heb nog altijd de nationale ploeg die toch wel heel wat energie en tijd vergt. Ik weet ook dat de federatie openstaat om eventueel daarin te gaan bijspringen. Waardoor ik eventueel ook... moest ik geen clubcoach worden om eventueel de spelers te gaan bezoeken en bij hun clubs wedstrijden te gaan zien. Bijvoorbeeld in Euroleague of in Eurocup. Waar ik ze dan live kan aanwezig zien. Dat zijn allemaal zaken, wanneer die zaken zich aandienen, waar we nog moeten over beslissen dan. En kan je dan financieel bijvoorbeeld teren op enkel je werk bij de Cats? Ja, inderdaad. Dus ik heb het geluk dat mijn vrouw een voltijdse job heeft. Als je bondscoach bent, enkel daarmee rond te komen, een Hans kalenderjaar, dan is het natuurlijk wel een moeilijk. Maar nogmaals, ik panikeer niet en ik heb het volste vertrouwen dat er nog wel iets uit de bus zal komen richting volgend seizoen als clubcoach. Was dat een goed antwoord? Arne Collard, je had nog een vraag, stel ze gerust. Ja, de coronacrisis bezig zijn. Zijn de huidige spelers nu ook al meer bezig om het worden van coach later? Herhaal je vraag misschien nog een keer, Arno? Kun je wat Philippe zeggen? Zijn de spelers nu al meer bezig met het worden van coach tijdens de coronacrisis? Of dan spelers nu bezig zijn om coach te worden. Dat was uw vraag, hè? Ja, inderdaad. Ik weet sowieso dat spelers van de nationale ploeg, en we hebben er wel enkele die echt wel alle hebben om trainer-coach te worden. Daar ben ik van overtuigd. Je hebt dan ook anderen die ook wel de aanleg zouden hebben, maar die het nooit zullen doen om... Het vergt toch wel heel wat tijd om, en energie om alles voor te bereiden. Want speler zijn is natuurlijk altijd het leukste. Je gaat gewoon naar de zaal, je doet je job en je vertrekt opnieuw na de training of na de wedstrijd. Maar als coach komt er toch wel heel wat meer bij kijken. Je hebt natuurlijk ook spelers die totaal geen interesse hebben in het coaching van spelers. Ja. Was dat duidelijk, Arno? Ja, dat was duidelijk. Dan kijk ik een keer naar de andere media. Hans, Patrick of Sammy, hebben jullie vragen? Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Dag Patrick. Ja, dag Filip, Anne en Emma, goedemorgen. Ik heb nog een vraagje. Daarstraks heb ik mij opgepikt van de studenten. Spelen zonder publiek. Ik heb dat al wel meegemaakt bij sommige wedstrijden. Door omwille van supportersgeweld. Dat dan wedstrijden achter gesloten deuren moesten doorgaan. Hebben jullie dat al meegemaakt? Ik denk dan misschien aan Anne in Turkije. Met Fenerbahçe. Ja, vanavond. Inderdaad, in Turkije waren er veel wedstrijden die gespeeld werden in de namiddag. Wat dat leuk was voor ons, want dan hadden we zaterdagavond nog en de zondag meestal vrij. Maar dat betekende wel dat er heel weinig volk was in de zalen. Niet overal, maar bijvoorbeeld in Galatasaray kan ik me echt wel heel wat wedstrijden herinneren waar dat er echt gewoon geen kat in die zaal zat. Dat is geen leuk gevoel, dat geef ik toe. Als we dan speelden tegen Fenerbahçe, daarentegen zat die zaal stampvol. En dan was er een gigantische sfeer. En ik denk dat je dan... sport brengt mensen samen. Hè, en zorgt voor verbindingen. En zorgt voor emoties die we moeilijk ergens anders vinden. En
ik denk dat Emma gelijk heeft, dat we nu op het punt zijn van ja, laat ons nu maar basketten, gelijk hoe. En ik snap haar daarin. Maar hopelijk vinden we toch snel een manier om terug te kunnen sporten op hoe dat we het kennen. Want ik denk dat dat toch wel de essentie ook is van sport, om het te kunnen delen met veel mensen. En om volgende generaties te kunnen inspireren en zo. Dus ik denk dat het toch geen gemakkelijke is om een lange tijd zonder publiek te spelen. Tenzij natuurlijk dat het gaat over ja, voetbal, waar er heel wat tv-rechten in te maken zijn. NBA, hetzelfde verhaal. Dat WNBA wordt ook heel goed bekeken. Maar ik denk, Europees gezien, vrouwenbasket, heeft er geen enkel land een tv-contract. Dus dat wordt toch wel heel moeilijk in mijn ogen. Want dan, dan gaat de essentie wel een beetje weg. En voor ons, op dit moment, zoals Emma zei, is het natuurlijk beter dan niets. Maar ik denk dat we daar toch wel heel goed over moeten nadenken. Over de toekomst dan ook wel van basketbal. Hè? Dat we toch dat er niet te veel verloren gaat. Philippe, de vrouwenbasket was de hype bezig de laatste jaren. Je komt van die arena al vroeger met 50 man in de zaal, geen publiek. Nu 4.000-5.000 toeschouwers. Zelfs we zaten nog aan de maximum met de Cats. Die hype is er. Hoe kan je dat inschatten? Welke impact dat dit gaat hebben? Voor dan sporten in het algemeen, maar vooral dan voor onze favoriete sport, het basketbal en het vrouwenbasketbal. Het momentum dreigt toch een beetje weg te vallen. Ja, ik herinner me nog heel goed de wedstrijden die we speelden in de arenahal in Deurne. Ik denk dat hij nog overdrijft nu met 50 man in de zaal. Dat was echt droevig en zielig. Als ik zie wat het team nu allemaal verwezenlijk heeft. En eigenlijk ja, voor een hype soort in het damesbasketbal. En als je ziet wat we meegemaakt hebben nu in Oostende. Dat was echt wel voor mij als coach. Spelen in zo'n volle, warme zaal was dat echt fantastisch. Ik hoop dat dat dan nu natuurlijk niet verloren gaat. Want ja, met die crisis weten we, er zullen problemen komen. Financieel, budgetair. Je weet ook, clubs zullen in problemen gaan in allerhande sporten. Maar ik vrees natuurlijk ook dat misschien de damesporten het eerste slachtoffer en het grootste slachtoffer zouden kunnen worden. En dat zou ik echt wel betreuren. Ja. Anne en Emma, Flip ook. Ik die Container Cup gevolgd. Ik wou er ook nog eens eventjes op terugkomen. Een laatste vraagje. Kim heeft dat goed gedaan. Ons mooi vertegenwoordigd, de basketbalsport. Maar ik miste een Belgian Lion. En wie zou voor jullie daar het... die zouden toch ook misschien hoog hebben kunnen scoren. Wie zou voor jullie daar de ideale Lion geweest zijn om met een prachtprestatie uit te pakken? Ik dacht aan een Wema of Obasan. Of hoe zien jullie dat? Ik denk dat Sam dat supergoed zou gedaan hebben. Ja. Want Sam, ik ken hem een beetje. En dat is echt een trainingsbeest. Hè. En ja, ik denk dat hij echt wel zou houden met zo'n uitdaging. En dat hij alles zou geven. En ik denk dat hij ook heel veel variatie heeft in zijn training. Dus dat hij van alles wel wat thuis zou zijn. Ik heb er ook al bij stilgestaan. En gewoon gedacht van... Sam kan beter dan die. Of als je hem een beetje kent, dan weet je gewoon dat er echt iemand is die voluit gaat en die zoekt echt achter zo'n uitdaging in mijn ogen. Sam? Ja, ik dacht ook direct aan Sam, maar ik denk bij de Lions zitten daar nog heel wat profielen die ik wel eens bezig zou willen gezien hebben in die Container Cup. Ik vond het wel heel grappig dat ze Kim omschreven als heel groot en brede schouders. En dan dacht ik, wat? Hij is helemaal niet zo groot. Maar dus eigenlijk had ik er ook al, inderdaad, als ik erop terugdenk, ook wel een Lion willen bijzien. Of een plus 2 meter, want Pieter Timmers was er in het begin bij, die bijna toch 2 meter ook is. Maar ik had eigenlijk ook wel graag nog iemand eens gezien die een basketter of een volleyballer ertussen gezeten van echt die heel groot waren. Dus ik denk dat zij daar ook wel redelijk goed in zouden geweest zijn. Ik ben al van overtuigd. Ja. Rup, kan je daar een naam op plakken? Wie had je graag gezien, een Lion? Ongelooflijk maar waar, maar mijn eerste die was ook inderdaad Sam van Rossum. Ja. Ik zie daar onmiddellijk een Van Tichelt in, die Hans de Barak gaat afbreken. Maar aan wie ik ook denk natuurlijk is een Retin, die toch ook wel super atletisch is en die eigenlijk ook altijd gemotiveerd is om zo'n uitdaging aan te gaan. Ik denk dat we bij de Lions zeker wel enkele
profielnaam die daar hing een goed scoren. Dank je wel. Sebastian, ik zal dat jij ook nog een vraag hebt. Stel ze ook maar gerust. Ja, Emma, ik kom even terug op mijn vraag van daarnet. Anne noemde de WNBA een prestigecompetitie waar je beter wordt met betere speelsters. Zie je dat verschil, is dat bij het vrouwenbasket ook zo groot, het verschil tussen de Europese top en de WNBA? Is de kwaliteit daar zoveel beter? Sowieso wel beter dan de Russische competitie. Maar als ik kijk naar de Euroleague, de meeste ploegen bestaan ook voor zeker 2 tot 3, misschien meer in ons geval zeker, andere WNBA-speelsters. Dus je speelt tegen veel dezelfde spelers, alleen een andere combinatie. Ik denk wel in Amerika dat het niveau misschien nog net iets hoger ligt, omdat je echt wel tegen elke ploeg kunt winnen, maar ook tegen elke ploeg kun je verliezen. In Europa is dat iets meer duidelijk op voorhand. Ja, er zijn natuurlijk altijd verrassingen. Vorig jaar hebben we ook verloren tegen de laatste. Maar als ik kijk naar mijn eigen ploeg in ECAT, zijn we met 7 WNBA-speelsters. Dus het verschil is niet zo heel groot bij ons. Maar we brengen gewoon die Amerikaanse competitie naar Europa een beetje. Maar er is zeker wel verschil tussen andere ploegen hier of in Amerika. Ja. Mm-hmm. En die competities wisselen goed af, de Europese competitie en dan de Amerikaanse. Maar vinden de clubs dat op een bepaald moment misschien wat lastig, dat de speelsters heen en weer trekken? Er zijn wel ploegen die soms liever geen WNBA-speelsters nemen, gewoon door die overlapping. Als je niet in de play-offs geraakt, dan is er vaak geen overlapping van de officiële seizoenen, wel van de voorbereiding. Maar de speelsters die toekomen zijn sowieso fit. Dan is het enige probleem dat je die speelsters snel moet ingewerkt krijgen in de ploeg. Moest je het echt allemaal overlaten aan de Europese teams, dan zouden zij zeggen van nee, ga maar niet. Rust maar en zo ben je zeker fit en blessurevrij voor ons seizoen. Maar in mijn geval denk ik dat dat juist wel een goede zaak is. Want ik leer daar zoveel meer bij en ik krijg een betere evolutie van mijn spel door dat juist wel te combineren. En ik ben in vorm als ik toekom. Dus voor sommige ploegen is het lastig, maar het is beter van iets positiefs te bekijken dan negatief. Dus ik hoop dat veel ploegen dat ook doen, want ik denk dat ze alleen maar energie kwijtspelen met daarover te klagen dan in de plaats dat ze het zouden steunen. Mm-hmm. En dan jouw Russische ploeg. Je zegt van als je niet in de play-offs geraakt, dan is er in principe geen overlap. Maar je zegt jullie zijn met 7 WNBA-speelsters bij jouw ploeg. Moeten jullie dan een bepaalde periode met de volledige rotatie spelen? In ECAT dus, waren we eigenlijk maar met 2 speelsters die tot in de finale geraakt zijn dit seizoen. Dus wij waren de laatste die toekwamen, maar de rest die was daar al van de voorbereiding. Zo goed als. Dus er was geen probleem voor die ploeg. Het is niet dat we de alle 7 in de finale zaten of in de play-offs en die allemaal het begin van het seizoen missen. Dus in die zin was dat allemaal geen probleem. Mm-hmm, oké. En dit seizoen ga je opnieuw voor de play-offs en misschien de finals? Ja, dat is altijd wel het doel. Ik denk, als je begint aan het seizoen zonder dat doel, dan moet je niet beginnen eraan. Dus de extra uitdaging nu voor ons met de Mystics is gewoon om die titel te verdedigen en om het nog eens te doen. We blijven grotendeels dezelfde ploeg, met nog een serieuze versterking erbij. Dus in mijn ogen is dat zeker wel mogelijk. En heb je daardoor extra stress, doordat je die titel, of extra druk doordat je die titel moet verdedigen? Of ben je meer op je gemak, omdat je weet, je hebt een extra sterspeler en we weten dat we kunnen? Nee, ik denk dat we onszelf wel die druk opleggen. In de enkele meetings die we al gehad hebben met de Mystics, kwam dat woord altijd terug, druk en extra druk, gewoon die we onszelf opleggen en die we ook willen opleggen aan de tegenstrever. Want jullie spelen tegen de verdedigende kampioen. Zijn jullie die ons moeten verslagen? En
denk, als we onszelf nu, vanaf nu al die druk opleggen, dat we dan meer bestand zijn tegen extra druk van de buitenwereld. En we willen ook alleen maar in onze cocon blijven met de ploeg en de staf. Dus denk ik niet dat we voor de verrassingen komen te staan in dit seizoen. Oh, van dit is iets wat we niet aankunnen. En die ervaring is er gewoon al nu met die extra druk. Oké, bedankt. Zo, dan nog mensen van de andere media die vragen willen stellen. Doe gerust. Als dat niet zo is, dan denk ik dat we rond zijn. Dan wil ik nogmaals Philippe, Emma en Anne bedanken dat ze voor ons en voor iedereen de persconferentie wilden geven. Ik zie nog steeds niemand met vragen. Als dat zo is, doe dat dan nu, want anders sluiten we hier af. Dus nogmaals bedankt dat jullie dat wouden doen. Normaal organiseren we dat jaarlijks in fysieke omstandigheden op onze campus en maken de studenten een stuk voor de televisie. Nu gaan ze dat voor print of online media doen. Dus hopelijk kunnen we jullie later in een van de komende jaren nog eens terugzien en kunnen we jullie terugzien in, op onze campus. Dat zou wel ook een keer leuk zijn om te doen. Maar dus sowieso bedankt. Ik wens jullie nog heel veel succes de komende weken, maanden. Richting volgend jaar en sowieso met misschien nog een afsluitend seizoen. Dus bedankt, fijne dag nog en graag gedaan. Hopelijk tot de volgende keer. Graag gedaan, dankjewel. Dag. Bye.